Laini Salazar. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Laina. Hebben jullie ooit iets stiekems gedaan? Nee. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik wel. Oh, vertel. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Ramon. Mijn naam is Jesse. Meester. En wij zijn... De Bakkietjes. Ja, en twee video's geleden hebben we jullie gevraagd of jullie allerleukste vraag willen stellen aan ons. Want vandaag gaan wij een vraag en antwoord video doen. En we hebben heel veel vragen gekregen. Hoeveel hebben we er gekregen? Meer dan 100. Of 10 miljoen 100 miljoen. 10 miljoen 100 miljoen vragen hebben we gekregen. Heel veel, dat wordt een video van 89 miljoen uur. Nee, we hebben inderdaad meer dan 100 vragen gekregen. Er staat wel heel veel dubbelen bij ook. Super bedankt voor alle vragen. Er zaten hele leuke vragen tussen. Ik hoop dat ik nu vergeten ben. Als het wel zo is, sorry daarvoor. Voordat we verder gaan, ik wil eerst even wat anders. We hebben fanmail gehad. We hebben bijvoorbeeld deze tekening hebben we gehad. Ik weet niet of je hem kan zien. Kijk, jongens, wat vonden jullie ervan? Die hebben jullie gehad van Christel. Mooi. Ja? Ja. Jesse. Wat zie je allemaal op? Jesse en Pip, ja. Sam, papa en mama. En hier staat ook, het huis is... Of het huis van Sam en Jesse en Pip en de papa en mama. De Bakkietjes van Christel. En wat zie je nog meer allemaal, Jesse? Ik zie een boom, ik zie een bus. Ja. Ja, dat is auto. Ja, er staat wel bus bij. Ik denk wel dat papa een busje voor is. Ja, auto. Hé, hey, wat superleuk. Ik vind het echt een hele mooie tekening. Waar zullen we hem gaan ophangen, jongens? Ik zie de bolleken. Oh, en de bolleken. Dit is de gras. En dit is de boom. En dit. Ik zie het huis. Ja. En het huis, inderdaad. En waar zullen we hem ophangen? Ja. Kom. Plakt hij? Yes, nou die hangt heel erg mooi. Kijk, en ook deze hebben wij gehad van Dave. Dave zit in onze krat. Ja, maar dit is een andere Dave denk ik. Dit is Dave Kreiner. Dus deze hebben we ook al als fanmail gehad. Echt superleuk. Deze heb ik niet uitgeprint, want het is heel erg veel zwart. Als jullie ook fanmail willen sturen, wat vinden jullie het leuk om fanmail te krijgen? Ja! Dan kan je dat doen. Als je naar ons kanaal, naar de info gaat, dan zie je daar het adres waar het heen kan sturen. En dan zorgen hun dat het bij ons terecht komt. En dan gaan wij het hier zo, bij de tekening van Christel, gaan we dat ophangen. Ja? Ja. Ten eerste, ik wil nog wel even jullie heel erg bedanken voor het abonnee zijn. We hebben deze video gedaan omdat we meer dan 3000 abonnees hebben. En het is echt superleuk. En door jullie zitten wij hier in onze De Bakkietjeskamer. Hey, we gaan zo beginnen. Afgesproken? Ja. Ja? Yes. Oké, de eerste vraag is van Christel. Wat is jullie lievelingsauto? Mijn Bugatti, ik kan Bugatti hakken. Bugatti. Volgende is van Linda. Wat willen jullie laten worden als jullie groot zijn? Ik politie. Jij politie? En een bekende vlogger. En een bekende vlogger. Nou, jullie zijn al een klein beetje bekend, hè? Want we hebben al meer dan 3000 abonnees. Maar je zou dus nog veel meer abonnees erbij willen. Ja, joh. Maar ook politie. Ook. Wil je dan misschien een vloggende politie worden, of dat niet? Ja, vloggende politie. Echt waar? Oké, en Sam, en jij? Politie. Politie? Ja. Sam wil ook politie. En wil ook een bekende vlogger worden? Moet dat niet? Ja. Ook een bekende vlogger. Oké. De volgende vraag is, die schrijft, LVD, die schrijft, ik hou heel erg van spaghetti. Wat eten jullie graag? Oh, Sarah die vroeg dat trouwens ook. Spinazie. Pizza. Met pizza. Met pizza. Ja, dat is wat En ik heb nog één. Wat één? Pannenkoeken! Jana. Die vraagt, wat wil je graag hebben? Wat zou jij graag willen hebben? Ik wil heel veel knuffels van jou. Heel veel knuffels? Maar ik kom er gaan lekker knuffelen. Ja, welke knuffelen? Ik heb heel veel knuffels. Misschien bedoelt ze knuffels om in bed. Oh, knuffels in bed. Wil je liever knuffels van mij of liever knuffels in bed? Jesse. Ik wil knuffels van jou. Ja, ik ook. Ik ga niet de tijd. Ik wil nog meer knuffeltjes. We gaan verder. Ik ga verder. Deze vraag komt van Richard. Welke YouTubers vinden jullie leuk? Ik met Hot Wheels auto's. Die met Hot Wheels auto's, die kijk je heel veel, maar ik weet niet hoe die heet. Weet je hoe die heet? Ik weet het ook niet. Nee, dat is iemand die doet inderdaad heel veel met Hot Wheels auto's. Welke filmpjes kijk je veel? Alleen Oxygen.
filmpjes. Kijk je onze filmpjes? Kijk je ook nog andere filmpjes? Die meisje en de jongen. Meisje en de jongen, broer en zustervee. Ja. Dus die vind je ook wel leuk. Oké. Okay. De volgende komt van Janairis. Hoe lang gaan jullie nog door met YouTube? Voor altijd. Echt voor altijd? Voor altijd. Oké, okay. Vinden jullie het echt zo leuk dat jullie gewoon voor altijd willen YouTuben? Ja, ja. Super, en jij Sam? Jij ook? Oké. Okay. Ja, Louise de kattenlief. Die vraagt, wat zijn jullie lievelingskleuren en wil je mijn naam zeggen op de video? Goud. Goud. Zout. Oh, goud? Ja. Oké, okay, nou dat is duidelijk. Hallo Louise de kattenlief. Oké, okay, de volgende vraag. Wat? Oké, okay, nou komt een hele serieus, een hele mooie vraag. Wat, ik begin bij Jesse. Jesse, wat vind jij niet leuk aan Sam? Eigenlijk niks. Nee? Nee. Oké. Okay. Ik ook niks. Nee? Jij vindt ook niet iets leuk. Oké. Okay. Dus jullie vinden elkaar gewoon eigenlijk hartstikke lief. Volgende vraag die komt van Veerle. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 7. 7? Ik ook 7. Nee, 4. Ben je 4? Dat echt waar? Bijna 5. Volgens mij over 2 weken. Echt weer. In april? 6 april. Ja, hij weet heel goed. Weet je wanneer jij jarig bent? Ik ben een jarig geweest. Ja, en wanneer was dat? In zomer? Nee. In maart? Wat komt ze daarna? 22 februari. 22 februari? Hey, volgende komt van buurtgekkies. Wie van jullie twee is het grap? Buurtgekkies. Ja, ik weet het niet. Buur. Zal niet zijn echte naam zijn. Wie van jullie twee is het grappigst? Ik. Kijk, zeg, ik kan. Nou, laat maar zien hoe grappig jij bent, Sam. Nou, dit is hoe grappig Sam is en dan komt nu hoe grappig Jesse is. Ik twee. Het waren Jesse en Sam, die proberen grappen te doen, dus jullie thuis mogen zelf bepalen wie van hun twee het grappigst is. Laat dat onder in de comment achter. Hamkaas Tossi. Volgende vraag. Dante, die vraagt, welke Nederlander vinden jullie cool? Een bekende Nederlander is zeg maar iemand die bekend is in Nederland. Dus wie kennen jullie? Deksel. Ja, maar dat is niet een bekende Nederlander. En sowieso is hij. Leeft hij niet meer? Ja? Pikachu. Ja, een beetje moet ik een vraag voor jullie. Dus jij kiest Pikachu en jij kiest PewDiePie. Zullen we daarop houden? Ja. Oké. Okay. Hey, volgende vraag. Die is. Dat is een goede vraag. En die wordt wel vaker gesteld onder de video. De mama, is die heel erg gesteld op haar privacy? Want jullie mama zie je eigenlijk bijna nooit in de vlog. Hoe kan dat? Dus denkt mama wil het gewoon niet. Nee. Nee, mama die wil niet zo graag. Mama is dan verlegen voor al die mensen. Mama is een beetje verlegen voor al die mensen. Daarbij is het gewoon eigenlijk een soort. We hebben besloten dat dit de papa met de twee zoons is, hè? Want we hebben natuurlijk ook nog mama en we hebben Pip. Maar dit is een beetje het mannenkanaal is dit, hè? En mama wil ook niet zo heel graag op de camera. De volgende vraag: zijn jullie fan van Enzo Knol? Nee, ik kijk het nooit. Weet je wel wie het is? Nee. Nee? Enzo Knol is een van de bekendste vloggers van Nederland. Hij is op zich, ik kijk ook niet heel vaak naar, maar hij is wel echt heel grappig en hij is altijd heel enthousiast. Een hele, hele spontane, leuke jongen is dat. Volgende vraag. Zijn jullie gelovig? Geloven jullie in God? Nee. Nee. Geloof jij, hè? Nee. Volgende vraag. Hebben jullie wel eens ruzie om de kleinste, stomste dingetjes? Nee. Ja. Nee. Zeker wel. Altijd. Volgende vraag. Wat vinden jullie leuk op tv om te kijken? Dat weet je toch? Ik weet het. Ja, dat weet je toch, dat vraagt. Ik ben helemaal door de war. ik dacht jij kon de hele tijd aan het kijken was. Ja, Sam, zeg eens. Vianen. Jij bent helemaal gek op Vianen en Pip ook. Hè. Als Pip Vianen ziet, wordt ze helemaal rustig. Die op ons past. Ik mis de bien. Nu wel. Ja, die kijkt ook naar Vianen, maar die wordt gewoon gedwongen om met jullie 4 keer, 5 keer Vianen te kijken op televisie. Ik heb het helemaal vergeten, Mr. Bean. Mr. Bean? Ja. Oh, ja, Mr. Bean, die is heel grappig, hè? Voor de mensen die geen Mr. Bean kijken, moet je een keer opzoeken. Wat is Mr. Bean dan? Wat is dat voor meneer? Gewoon, die heel gek doet. Welk eten vinden jullie heel erg vies, Sam? Dat is vies? Ja? Spruitjes. Spruitjes? Spruitjes. En jij? En jij, Sam? Poep. Poep.
Ja, maar dat is, nee, dat kan poep, je niet poep is geen eten. Dat uitleggen. Dat is spuiten. Spuiten en poep. De volgende vraag. Doen de jongens sporten? Ja, ik doe judo. Judo? En ik ook. En jij sinds vorige week ook, hè? Ja. Sam zit op zwemmen en judo. Ja, Sam zit op zwemmen en judo. Sam, want wij willen dat jij A en B haalt, hè? Zodat jij goed kan zwemmen. Jesse heeft het al gehaald. Ik heb alleen... Niet hoor. Ik heb A, B en C. En C, heel goed. Ja. Ik moet naar A, B, C en E. Waar zijn jullie bang voor? Ik niks. Jij bent nergens bang voor? Nee, je bent niet zo heel bang aangelegd, hè? En jij, Sam? Ik sta overkop met de achterbaan. Oh, ik wou het zeggen, dan, ja, jullie zijn allebei bang om in de achtbaan te gaan. Terwijl jij, Sam, toch een paar keer, en niet over de kop bent gaan, maar jij gaat al een paar keer in de achtbaan, Sam. Maar... En Jesse, die wil sowieso gelijk niet in de achtbaan. Nee. Wie van jullie twee is het drukst? Jesse of Sam? Nee. Kijk zo druk ik dat doe. Ja. Ja. Bedankt voor deze vraag. Super, ik had hem beter als laatste vraag kunnen doen. Volgende vraag. Hoe laat gaan jullie naar bed? Ik 7:30. 7:30? En Sam? Eigenlijk ook 7:30, hè? Eigenlijk is de bedoeling Sam 7:00, Jesse 7:30. Maar uiteindelijk gaan jullie altijd rond 7:30, 7:45 naar bed. Ja. Zouden jullie nog een broertje of een zusje willen? Ja! Ja? Sam wel? Ik heb 50%. Jij hebt 50%, dus... Dus eigenlijk maakt het ik jou niet uit. Ik ben zo Sam. Ik wil wel heel goed. Jij wil 100% een nieuwe broertje of zusje? Ja. Oké. Okay. 100 zusjes. 100 zusjes? Ja. Dat is papa helemaal gek. Ja, en de volgende vraag is, gaan jullie wel eens naar de kerk? Eigenlijk ja. Bijna nooit, alleen ja. Bij Kiara ging er één keer. Bij Kiara, ja, jullie hebben een vriend van jullie, Jaden, die heeft een zusje en die werd gedoopt. En ja. Dopen, dat wordt volgens mij altijd in de kerk gedaan. Jullie zijn niet gedoopt, hè? Dus die is in de kerk gedoopt en toen zijn we daarheen gegaan. Is het een idee dat jullie een keer live gaan streamen? Wat is dat? Live streamen, zeg maar. Kijk, wat wij doen is opnemen van tevoren en dat wordt dan, deze video wordt morgen dan online gezet. Live streamen is direct, hè? Dus wat we nu filmen, zien andere mensen gelijk. Dat gaan we wel een keer doen. Dat gaan we wel een keer doen, inderdaad. Dat hebben we tot nu toe nog niet gedaan. Ik weet nog niet precies hoe het werkt. Dat willen we wel gaan doen. Maar dat komt nog, dus stay tuned en dat gaan we doen. Dit is wel een puntje. Voor jou? Als ja. Een puntje. Mijn maat in mijn zak. Allemaal? Nee, maar niet allemaal. Je moet ook nog avondeten. Hè? De volgende vraag die is van Kleine Boy, heet hij. En die vraagt, wat vinden jullie van boksen? Boksen? Nou, weet je wat het is, boksen? Sport. Ja, dat is een sport. Nou, die is ook heel leuk. Hoe gaat boksen, weten jullie dat? Ja. Ja, hoe doe je dat? Zo, hè? Oké, degene die het eerste knock-out ligt dan. Je staat eerst vroeg op judo. Nee, dit is... Oké, dit doe ik wel even de houtgreep. Houtgreep is eigenlijk liggen. Als sippie-tappie. Zo! Wow, Jesse. En zo vasthouden. Goed zo. Goed, man. Nu moet ik billen uit. Ja, en dan moet jij weer hebben. Ja, dat gaat heel moeilijk, want je zet een houtgreep. Ja, zeker. De volgende vraag komt van Michael en die vraagt welke video vinden jullie het leukst van jullie eigen kanaal? Met die ballonnen. Ballonnen? Ja, die ballonnen kon je opblazen dan... Die plastic, de plastic blazen? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, die was inderdaad heel grappig. Ja, en jij, Sam? Wat zeg je? Met die. Oh, die Pictionary. Ja. Ja, jij bedoelt Pictionary, alleen het probleem is een beetje, omdat deze video er tussendoor kwam, hebben we Pictionary nog niet op YouTube gezet, Sam. Dus de kijkers die denken nu, hebben we een video met Pictionary? Die komt dus nog, maar deze video kwam er even tussendoor. Is NoahTube die vraagt, wat is het leukste aan YouTube video's maken? Wat vinden jullie nou het leukste aan video's maken? Kon ik er dan meer dingen naartoe? Ja. Meer dingen, hè? Dus omdat we video's maken, hebben we eigenlijk meer dingen waar we heen gaan. J. Christian die vraagt, wat is jullie hobby? Oh, Julia vraagt het trouwens ook. Wat is jullie hobby? Wat is jullie het leukste wat jullie kunnen om te doen? Behalve chips eten. Crossen. Crossen, met de fiets crossen. Ja, dat is Jesse's echte hobby. Dat kan hij ook al echt vanaf 2 jaar zat hij eigenlijk al op een fietsje. En Sam, en jij?
Elfie spelen. Wat zeg je, man? Met Elfie spelen. Met Elfie spelen, dat is jouw grootste hobby, met Elfie spelen. Ja, nou, leuk. En nu mag ik. Leuke hobby, en nu komt de chip. De volgende vraag is niet echt helemaal een vraag. Ja, nee, wel, het is wel een vraag. Willen jullie mijn naam zeggen? En mijn naam is Amalia Filou. Hallo Amalia Filou. Tadaa. De volgende vraag. Wat is het stoutste wat jullie ooit hebben gedaan? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik zit te denken, van Sam weet ik wel iets wat heel stout is wat hij heeft gedaan. Van Jesse ben ik... Ja, Sam, vertel eens. Jesse, dan kan jij ondertussen even nadenken. Dat weet ik niet. Nee? Nee. Ik kan me nog 2 weken geleden herinneren dat jij op de wc was en dat je papa, papa, kom eens. En wat had jij toen gedaan? Wat had jij op de wc gedaan, meneer de koekenpeer? Heel veel wc-papier gedaan, maar heb ik niet doorgespoeld. Een hele rol wc-papier in de wc gestopt, waardoor de wc helemaal ging overstromen, hè? Overlopen. Maar ik meneer, heb, ik heb terwijl wel, jij... Ik heb wel centjes dus. Ja, nee, ja, die centjes, daar heb je massa mee gehad, want uiteindelijk is het met de ontstopper is het gelukt om het allemaal goed te krijgen, want anders moest je allemaal centjes aan ons gaan betalen voor een loodgieter. Rachel, Jillen, Sam, ik ging naar, ergens naartoe naar een speeltuin, ja. Maar dat ging helemaal over de weg. Wij gingen weer naar huis, zeiden we, mogen we daar komen, over de weg. En toen zeiden jullie ja, en dan gingen we ook naar de speeltuin. En toen zei Jillen waar we helemaal waren. Oh, mama was er heel boos geweest. Oké, dus jij was op een plek gekomen waar je eigenlijk helemaal niet mocht komen? Ja, maar mama zei eerst wel ja. Echt? Ja. Alleen mama wist niet precies waar het was. Waarom had hij het dan ook niet eerder gezegd? Dan was ik ook niet naartoe gegaan. Oké, dat was een beetje in de miscommunicatie. Want mama dacht blijkbaar dat het een andere plek was waar jij was, dan dat je daadwerkelijk was geweest. Oké, hier vraagt iemand. Die heeft 2 vragen, let goed op. De eerste vraag is, willen jullie mijn naam in de video noemen? Kusjes, jullie grootste fan. En vervolgens schrijft ze, ja, wie is jullie grootste fan? Ja, nou ja, wie is dat dan? Zij dus. Hi Laura. Hi Laura, onze grootste fan. Ja, fan. Hallo. Oké, okay, de volgende vraag. Kunnen jullie rappen? Rappen. Die wordt gevraagd door Retro Simon. Rappen. Ja, 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 oh, hallo. Nou, ik weet niet zozeer of dit rap is. Ik kan wel heel goed rappen. Laten we maar gewoon bij vloggen houden, want dit is echt kansloos. Kansloos. James, die vraagt, willen jullie een keer slijm gaan maken? Ja. Nou, kunnen we dat een keer gaan doen. We hebben nog nooit een video gemaakt. Er worden wel heel veel video's gemaakt met slijm maken. Ja. Wij hebben dat nog nooit gedaan, dus dat gaan we zeker een keer doen. Ja. Goed, Schaapbel die vraagt, wat zouden jullie doen met 1 miljoen abonnees en geld? Wat zouden jullie doen als jullie 1 miljoen abonnees hadden? Ik weet het, ik zou in ieder geval een dik feestje vieren. Ik ook. Ja? Van een pakketje. Dan spreken we dat nu af. Als wij 1 miljoen abonnees hebben, gaan wij een heel groot feest geven. En dan nodigen we al onze abonnees uit. Nee, ja. Ja? Iedereen die ze met... Met ons feestje. Oké, gaan we mega, gaan we allergrootste feest van de wereld geven. Fern, de volgende vraag. Fern heet die. Die schrijft, hoe zijn jullie, en dan hebben ze over de papa en mama, hoe zijn jullie op de naam van de kinderen gekomen? Sam en Jesse. Ja, Sam en Jesse, zo heet jullie. Ik zou het echt niet meer weten eigenlijk. Volgens mij zijn we gewoon naar leuke namen gaan kijken. Ik weet het. En wat dan? De pakketjes. Ja. De bakketjes is onze achternaam. Wij heten altijd de... Wij heten altijd de bakker, dat is altijd onze achternaam. Dat is wel grappig, want toen Pip net geboren was, Sam, weet jij wat jij dan al tegen mensen zei? Als mensen aan jou vroegen, oh, hoe heet jij nieuwe zusje? Wat zei je dan altijd? Weet je dat nog? Jij zei altijd, ja, Boezel en Pip. De volgende vraag is, wanneer komt er weer eens een keer een vlog met Koetlife? Want dat vonden wij zo leuk om te zien. Dat komt er echt nog een keer. Altijd. Ja, we gaan snel vast wel een keer een video doen met Koetlife. Alleen Koetlife weet... Voor altijd komt er nog een keer met onze vlog van Koetlife. Wat? Altijd komt er wel nog een vlog met ons. Ja, er komt nog wel een vlog met Koetlife. Ja, okay. Nog een andere vraag. En die komt van Luna Mondria. Wat een mooie naam. Luna Mondria. Die vraagt, gaan jullie ook een keer een vlog maken met de Bellinga's? En die vraag is trouwens meerdere keren gesteld.
zou ik wel heel erg vet vinden om hun een keer in echt te ontmoeten sowieso. Maar ja, ik zou niet weten hoe we kan hun... Hoe we dat doen. Dus jullie moeten gewoon met z'n allen, jullie abonnees, jullie moeten gewoon met z'n allen naar Bellinga's toe gaan en als ze reacties schrijven... Jullie moeten met de bakjes afspreken, Bellinga's. Ga met de bakjes afspreken. Ga! Ja! Ja? Ja, nou, dat afgesproken. Dat doen we zelf wel. Daarom, we gaan gewoon hopen dat het komt. Oké, wat is jullie lievelingsdier? Bij konijntje. Konijntje, Sam? Moet ik het even laten zien? En wat is jouw lievelingsdier? Mijn hond. Jouw hond? Ja, dat moet ik ook laten brengen. Ah, is die jouw konijntje? Ja. Hoe lang heb je dat konijntje al? 7 jaar. Meen je? Tot hij net geboren was, had ik deze gekregen. Wat staat er in het oor? Laten we eens even zien, wat staat er in het oor? Kan je ook niet meer heel goed zien hoor. Oh ja, dat kan je wel zien. Ja, yes, hè? En een andere oor, daar staat... Die heb ik niet afgekrapt. Nee, nou, kijk hè. Ja joh, schot de camera weg. 22-2-2011. Ben je dan geboren? Ja. Oké. Okay. Oh kijk, en dan komt een hond aan met een kind. Wow, wat de hond? Ik ben bang. Dokter, hond. Dan moet je even naar boven. Ah, is het jouw vriend? Hoe zouden jullie het vinden om dagelijks te gaan vloggen? Dus niet 3 keer in de week, niet op maandag, woensdag, vrijdag, maar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dat is toch bij Good Life? Ja, die Good Life heeft dat elke dag. Bellinga's hebben dat ook iedere dag. Ik zou het wel willen, maar papa en mama moeten ook gewoon nog werken, dus we hebben geen tijd voor. Maar stel dat het zo goed loopt. Dat het zo goed loopt met de vlog en papa kan minder gaan werken. Kunnen we ook meer gaan vloggen. Jullie het willen dat wij dagelijks gaan vloggen? Ja. Dat is duidelijk. Okay. Laini Salazar. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Laina. Hebben jullie ooit iets stiekems gedaan? Nee. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik wel. Oh, vertel. Meneer de Bakker. Ik was slapen. Dan was jullie nog niet spreken en gisteren niet. Nee. Dat was ik, heel stiekem een soepje pakken. Echt? Ja. Dat meen je? Echt waar? Oké, naar jullie kamer nu. Oké. Nu. Oké, dan ga ik beter naar Brennen om nog een snoepje te pakken. Nee. Maar jij zei al. Ja. Jagertje, die vraagt, hoe hebben jullie Koetlife ontmoet? Door de site waar we op zitten. Het netwerkbedrijf waar wij bij zitten, dus het Good Life zit er ook bij. Ja, en zo zijn we met hun in contact gekomen en toen vonden we het heel leuk om een keer met z'n allen af te spreken. Ja, superleuk. Joshua die vraagt, hoe zit je als je op de foto gaat? Even wachten. Sam, hoe zit jij als je op de foto gaat? Zo. Woehoe! Alleen mijn pusles. Ja? Superleuk. Nou, dat is duidelijk. Of zo. Ook een nee, toch een duim omlaag. Je gaat er niet jezelf promoten met, doe het duimpje omlaag. En vergeet niet je duimpje omlaag te doen. Nee. Want dat vinden wij niet leuk. waar blijft het oude intro van de bakketjes? Die hebben we een nieuwe van gemaakt. Ja, we hebben nu een heel kort intro. Eigenlijk sinds we bij dat netwerk zitten, hebben we een heel kort intro gekregen. Maar, dat gaat veranderen, want er gaat een heel vet intro voor komen. Ja. Want wat gaan we doen, weten jullie dat? Nou, we gaan een soort van videoclipje opnemen, waar we het liedje weer een beetje aangepast wordt. Dan op een linie. Dat was Bibi erbij, maar dat gaan we niet. Maar zo moet dat, dus ook een videoclip opnemen. En dat gaan we doen van de bakketjes met het liedje De Drie Musketeers. Gaan we een heel vet intro doen. We zijn toegekomen aan de laatste vraag. En dat is tevens een vraag die over Pip gaat. Wanneer komt hij weer eens een video met Pip? Dat gaan we deze dag niet doen. Nee, maar gaan we snel een keer doen, dat beloven we. Ja, doen we. Dit waren alle vragen, dan is er nog een paar vragen, elke keer dezelfde vragen die zijn er geweest. En dat is, mogen we jullie in het echt ontmoeten? Ik ben heel erg vereerd dat kinderen dat vragen. Maar het mag wel. Het mag wel. Op zich heb ik wel een leuk idee. Ik heb als idee dat we een winactie gaan doen. Laten we zeggen dat we als we 4000 abonnees hebben bereikt, dan gaan we een winactie doen. Hoe die winactie precies gaat, weet ik nog niet. Moet ik nog even vanavond. Gewoon kaartjes geven. Kaartjes geven. En dan wie het meeste heeft gedaan, die mag dan bij ons visite. Oké, we moeten het even een beetje uitwerken. Op zich is het wel een idee, we moeten even kijken. En mijn hond. Dus als we 4000 abonnees hebben bereikt en je wil graag dat we een ontmoeting kunnen doen, vind ik het hartstikke gezellig, want ik vind het wel leuk om bij fans op bezoek te gaan. Dat vind ik wel grappig. Ja. Dat doen we. Dus
word allemaal abonnee als je dat nog niet bent. En bij de 4000 abonnees zullen we daar een speciale actie voor gaan doen. Hey, heel erg bedankt voor deze speciale video te kijken. Als je dan nog geen abonnee bent, wat moet je dan doen? Abonneren! Ja? En op belletjes drukken. En een duimpje omhoog. En op een ingroepen. En een reactie plaatsen, want dat vinden we heel erg leuk. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Jesse en Sam zijn eigenlijk nooit zo van stilzitten. Dat zul je vast op de video wel gezien hebben. Want zij willen vooral bewegen en gek doen en springen. En dat zie je natuurlijk hartstikke leuk. Maar we wouden dit wel speciaal voor jullie doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yo! Doei!